Waarom onbehund niet? Ja, maar kijk, vuur maar af. Ja. Mark, hoe lang ken je hem? Dat moet ja, een kleine 40 jaar, 39, zoiets. Er was een musical in Harelbeke, een jeugdmusical, Alfred Jodocus Kwak van Herman van Veen. En ze vroeg of ik wilde meespelen en begeleidend bandje daarvan. Dus ja, ik heb een van die repetities. Ik dacht van de eerste keer Wim gezien op het podium. Dan was ze van, wow, wat is dat nou, waarin zijn dino tot? Want dat was direct, ja, viel direct heb je. Ja. En sederton. Ik speelde al in een bandje met Luc en Diek, die nog altijd bij de Dolfijntjes zijn. En we zochten een zanger. En dat doet dat bandje, sorry Paul? Zeg ja, dat zou wel kunnen, nu dat je dat zegt. Van mij zat dat al ver. Ik had ons zeggen aan die gasten, ja, kijk dat je gezien hebt, die repetities van die musical. Zo'n dag, ja, je hebt allemaal 14, 15 jaar. Maar Luc heeft hem toen geriskeerd, herinner ik mij nog. Ja. En hij heeft hem geweest voor dat te vragen. Ja. En is van het een naar het ander gekomen. Dat bandje in die bluffen deuren. Sorry, Paul. Of hoe noemde het? Ja, kijk wat zo. Hè. Maar toen, ja, door omstandigheden. Al Luc een feestje gaf dan zijn verbouwingswerk in zijn huis afgerond worden, stond hij om een keer aan mijn deur. Ja, we zouden wel met een paar gasten een paar nummertjes spelen op mijn feestje die dan niet zijn. En dat was toen met Wim. En ondertussen ook al de andere Wim, die me kort ingekomen worden in Herman Teerlink. En vanaf toen, ja. Dat we de rollercoaster wat vertrouwen. Dag geleden in het begin, hier speelde al gitaar. Was dat van moeder of hoe werd dat gekomen? Nee. Bij mij thuis, mijn ouders waren ook muzikaal. En dat was normaal om 6, 7 jaar worden dat we naar de muziekschool gingen. Dus we stelden ons daar geen vragen mee. In muziekschool, ja, mijn zuster zijn ook piano gevolgd. Ik heb gitaar een paar jaar gedaan. Ja. En zo al vrij rap in het college met bandjes begonnen. Op die manier. De Dolfijntjes, dat leek in het begin, ik weet nog dat ik de eerste keer zag in het café, dat leek een klucht eigenlijk. Ja, dat eigenlijk begonnen als een klucht ook. Of houdt toch zeer niet met mijn ambitie van me gewoon weet dit of dat, want wij zijn maar eenmalig. Hè. Maar direct daarachter waren er al vooral, ja, kom ik het ook bij ons en dan kan ik een cafeetje komen spelen. En het was een gang. Ja, een deel van de optreden zou ook nog hetgeen die gebeurt op het podium mee. En, ja, dat komt erbij. Kijk, dat is niet alleen in muziek. He. Dus ja, in die zin, het entertainen vanaf het podium, dat is een groot deel ervan. En dat daar groeit heel van Wim eigenlijk. En, ja, dat daar volledig hebt komt om van Wim te schrijven. Wim en Wim. Ja, soms is er een podium, dat oudere habitat. Hè. Volk tracht mee te krijgen. En, ja. Ondertussen kwam je erover en ja, zit er al een entertainmentcarrière en heb je er een serieuze beroepscarrière? Serieuze, ja. Ja, beroeps. Het is er nog een moment geweest dat je dacht van, zei die zon, dat hij daar eigenlijk altijd een redelijk evenwicht in geweest, vind ik. In de beginjaren heb ik echt vrij veel in een jaar gespeeld. Maar zou er worden toch ook nog aan het zoeken voor de carrière op te bouwen. Want toen heeft dat stelkens geëvolueerd in periodes. Hé. Dan ze zouden vrij worden, of dat vooral Wim vrij was, of hem kostte vrij maken om dat ook nog te doen. Naast zijn professionele
zo, hè, want ja, je wou weg voor film, je zat in theater. Op die momenten kost het niet meer. Hè. Maar je hebt altijd nog bluffen, periodes reserveren. Om, dat is, kijk, die periode ben ik free. Wat dat wel gisteren, hè, dat hij dat bluffen doen. Uiteindelijk hoefde hij dat niet te doen, hè, moest hij dat niet meer doen. Zijn oude carrière was zodanig uitgegroeid. Ja, soms hadden de dolfijntjes niet nodig. En ouder beroep. Veronderstel ik. Maar blijkbaar was dat toch nog altijd een onderdeel van. Oh. Wilden ze dat verder blijven doen? Hè? Waarom pees dat Wim daar zo aan hield? Uiteindelijk zijn we de rol dat gaan neptreden die eerste jaren vrienden en maten gekomen. Hè? Want op een bepaald moment is er gezegd geweest, ik herinner me dat nog, van ja, al zotten. Maar ja, de dolfijntjes, de vuffen. Maar vanuit er geen uitval is te doen met de dolfijntjes. Dus ja, is dat een beetje de vriendschap aan die dat toch ook. Nu, en de dolfijntjes zijn iets speciaals ook. Hè. Dus is dat voor hem toch ook wel een andere uitlaatklep. En dat voor u nog eens aan Wim of zie je toch ook eens de verdette? Ha. Soms toch wel, ja. Ja, als je zo ziet toekomen, dan bezig met van alles en nog wat, en nog aan telefoneren en dat, voordat hij op het podium komt, zie je toch van, ja, dat hij overal herkend en, ja, dat hij eenmaal is, zo zeker. Dat toch voornamelijk voor zeer aangeboren talent, hè? Ja, maar dat is wel van al. Ja, van jongs af aan, ik kan alles zien. Dat hij iets aanpakt, hij doet, hij tient, hij skildert, hij schrijft, hij maakt muziek en het moet in orde zijn. En ja, dat gaat hem ook. Ja, ik kan hem goed piano spelen, accordeon zingen. Ja, je hebt ook in hem dat acteren, jongens. Ja. De stijl dat ik gezien heb van hem, ja. Dat is, ja, dan, voor mij, alle respect en vrije talent, hè. Ja. Zeker niet. Met die jaren en andere Wim ook groter gekomen, heeft dat nooit tot wrijving, tot conflicten geleid? Het zijn twee bekendheden met de keer in de groep, hè. Ja. Maar zo zou er eigenlijk een ander parcours. Wat dan zijn ze op een bepaald moment, we hebben wel hard hem theater mee gedaan, volgens dat mij herinneren. En zijn ze er nooit in mijn koers voorwater gekomen. Maar natuurlijk nu, voor de agenda's te passen, dat wat anders. Sedert dat Wim Willard ook aan een BV gekomen, je moet het zeggen, like dat hij. Ja. En voor ieder de andere drie, twee verdijden. En toen, hoe werd die verrottingen? En dat zaterdag toch je er hebt gelijke woord? Niet wee, maar dat is vrij comfortabel voor ons. Ja. Met twee zo'n frontman, me voelen we er wel, me moet mee en me moet ze volgen. Zo, er komen ook met de ideeën en de nummers, wat dan we er toen een beetje ons ding trachten en mee te doen. Maar, Wim Mabroek weet vrij goed wat dat hij naartoe wil, wat dat, in welke richtingen dat moet. En ik heb dat je door hem meegezogen bent, ik kan het zo noemen. Ja. Maar zo er stond inderdaad wel zeker een trapje hoger dan we er drie. Goed, als gitarist ziet u echt wel een belangrijke pion in een groep. Ik kan hem een plaatsen daarin, ben ik geen zoek naar zagen. Die flitsende solo's moet gaan spelen daarin. Daar meer begeleidingen en vooral vocaal ook backing vocals. Dus dat valt vrij goed mee. Ja. Is Wim de boss? Joi. ja. Nu, mijn inspraak, we kunnen ons ding doen en proberen.
Waar uiteindelijk, wat er op aankomt, gaat hij hem wel de beslissing nemen van, hij doet dat ik. En van geluk wie we, dat mag het een Serge zijn, of Yves, of Mark, die beroepsmuzikanten zijn, gaat hij toch nog samen. Ja. Maar wat goed is, zegt hij toch, van dat zit vrij goed. Maar uiteindelijk maakt hij hem de één beslissing. Ja, met die beroepsmuzikanten erbij, wat doet dat voor u? Word je daar zenuwachtig van? Of? Ja, eigenlijk als hij er mee afkwam, wel van dat is toch een ander niveau dan van mezelf, nogelszins. Maar ja, dat komt wel los. Toen je leren kennen, zie je ook dat ze dan zo er amuseren en dan ze ook niet van u verwachten dat je. Dat je wonderen verricht. Ja, ze zien zo er ook wie dat er wat kan. En zo er zijn uiteindelijk beroeps. Zijn amateurs. Ja. Maar ik vind dat klikt. Maar in het begin was het wel even gezegd. Ja, man. Dat is. Let me Serge. Ja. Dat wel van ook. Kleine wel, ja. Serge van Bjarno. Die toetsen. Wat dan gaat hij bij ons komen spelen? Toch even bloot. En nu nog steeds 30 jaar, dat dolfijntjes. Ja, nooit gepeest dat zo lang ging blijven duren en dat ze gisteren ging blijven. Want blijven voortdurend nieuwe dingen op ons afkomen. Nu de keur om weer een app te nemen in de studio. Ik zei, ik ben juist. Nu is dat nog mee, maar fantastisch. Vooral als je weet dat je start hebt vanuit een klucht of vanuit een. Mogen we dan een keer iets, een paar nummertjes doen voor dat feestje. Hè? Dat is toch tof, dat is hoe je kunt blijven duren. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat men niet meer heel het jaar door in blijven spelen. Dus er waren periodes, soms lange periodes, waar men niet kosten heeft gereden, waar dat dan de hoefte kwam weer, je zit niet heel het jaar uit mijn korslepen. Hoeveel arbeid zit er nog in? Oh ja. Toch wel een stukje. Je ziet dat van dat er iets gebeurt in Arlbeek of in de omgevingen van Arlbeek. Ja, met de BV Wim, maar met een Luc die hun einde en ver in Arlbeek gekend heeft. Dus van dat er iets gebeurt, heeft dat er wel mee te. Je ziet het, je hebt er eens dat mijn en nu van de zomer geweest in Stossenhem en een mum van de toet verkocht. Ja. Van een heel zot affaire, dat heeft er wel mee te maken. Blijft erin. Elke keer de Havers gespeeld? Nee. De Havers zijn in een achtertuin van dat jonkwa, Wendel geboren. Ik heb heel weten ontstaan en evolueren. En inderdaad, mijn ander bandje heeft me wel een keer in een tentje gespeeld, daar ergens bij. Maar nu met de dolfijntjes, dat gaan we speciaal zien. De krant van West-Vlaanderen. Jij maakt het nieuws.